Ja, je leeft in een waas. Je bent verdoofd. Ja, je slaat eigenlijk niet zo heel veel op. En je probeert er elke dag maar weer een nieuw actieplan te maken om te gaan vinden. Kickbokser Mark de Bonte verdween in de nacht van 4 op 5 november. Hij vertrok vanuit Turnhout om naar zijn vriendin Marley de Laat in Best te gaan. Maar daar kwam hij nooit aan. 'S Ochtends toen ik wakker schoot rond 5:50, toen dacht ik van Mark die ligt niet langs mij. En ik heb ook berichtje gecheckt. Hij zou echt naar huis komen. Ja, ik dacht die heeft een ongeluk gehad. De auto van Mark, een zwarte Renault Clio, werd gevonden in de Wilhelmina Kanaalstraat. Maar van Mark ontbrak ieder spoor. Politie, familie en vrienden zoeken sindsdien onophoudelijk naar Mark. In de heide, op en afritten, Batendorp, omgeving golfbaan. Volgens mij hadden we hem al lang moeten vinden als hij hier was. Daar ben ik van overtuigd. Die had ergens, als hij hier als laatste geweest zou zijn, hadden we hem gevonden. Ten einde raad doen ze een beroep op iedereen die wil helpen. Iedere kijker van Omroep Brabant, graag, kijk gewoon je eigen gebied. Mark kan overal zijn. Wij kunnen alle hulp gewoon gebruiken. En al is het iemand die bijvoorbeeld gewoon met zijn hond uitlaten rondkijkt, nou, dan zijn wij al mee geholpen. Zijn vrienden hebben zelfs speciale truien laten maken, zodat niemand Mark vergeet. Het idee dat iedereen naar hem uitkijkt, geeft Marley een sprankje hoop op een goede afloop. Zolang het tegendeel eigenlijk niet bewezen is, gaan we er gewoon vanuit dat hij in leven is. En uit die moed moeten wij gewoon onze kracht putten.